We zitten hier in Amsterdam UMC en voor mij heb ik Ilse Nauta. Ilse, kan je jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Mijn naam is Ilse Nauta en ik ben hier bij het MS-centrum werkzaam als onderzoeker. En ik doe daar onderzoek naar cognitie bij MS en met name ook hoe we dat het beste kunnen behandelen. Ja, cognitie, het blijft een moeilijke term. Wat bedoelen we precies met cognitie? Ja, cognitie is eigenlijk best wel een brede term. Daar vallen allerlei processen onder. Overkoepelend zou je kunnen zeggen, dat is het denkvermogen. En daaronder vallen bijvoorbeeld kunnen concentreren, het geheugen, de aandacht erbij houden. Maar ook bijvoorbeeld meerdere dingen tegelijk kunnen of plannen. Eigenlijk alle dingen waar we ons denkvermogen voor nodig hebben. En dan hebben mensen daar soms klachten over en sommige mensen hebben ook stoornissen. Wat is nou precies tussen het verschil tussen cognitieve stoornissen en cognitieve klachten? Ja, dat is inderdaad iets wat vaak nog wat onduidelijk is. Eigenlijk zeggen we dat iemand cognitieve klachten heeft als iemand zelf ervaart dat er cognitieve problemen zijn. Dus iemand heeft zelf last van problemen met onthouden, problemen met de aandacht erbij kunnen houden. We spreken pas van cognitieve stoornissen als ook met een neuropsychologisch onderzoek dat we zien dat de testresultaten eigenlijk lager zijn dan je zou verwachten. En dan is het zo dat als iemand uitvalt op een neuropsychologisch onderzoek, zeggen we er sprake van cognitieve stoornissen. Maar als iemand cognitieve klachten heeft en niet uitvalt, kan het alsnog iets zijn waar iemand heel erg last van heeft. En voor beide mensen heb jij volgens mij een soort van oplossing, of je hoopt een oplossing te hebben. Dus waar kunnen mensen zich voor aanmelden als ze mee willen doen aan jouw onderzoek? Ja, dus eigenlijk als iemand zelf problemen of klachten ervaart met de cognitie, ongeacht of iemand wel of niet lager scoort op een neuropsychologisch onderzoek, kunnen ze meedoen aan mijn studie. En daarbij onderzoeken we het effect van mindfulness en van cognitieve revalidatietherapie. Dat is een strategietraining. Onderzoeken het effect op die cognitieve klachten en kijken of we dat nou kunnen verbeteren. Heel erg spannend. En waar kunnen mensen zich aanmelden als ze mee willen doen? Ze kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar RemindMS. Dus de studie heet RemindMS, eigenlijk staat voor Revalidatie en Mindfulness. En het is remindms@vumc.nl. Nou, iedereen aanmelden. Dankjewel, Ilse. Graag gedaan.